Op 6 november 1990 schrijft Jovra in zijn dagboek dat ik, een zoon van Victor Lindfort, er met een cameraploeg aankom. Het betekent voor hem een dag niet schilderen. Nu, na 15 jaar, leg ik de laatste hand aan de film. Het was onderdeel van mijn eindexamen waarin ik de relatie wilde leggen tussen de kunstenaar en zijn omgeving. Na het opnieuw zien van Jovra's werk, zoals de bekende dierenriemschilderijen, lijkt het zeer voor de hand dat de beeldtaal, gebruikt in moderne fantasyfilms, zoals Tolkien's In de Ban van de Ring, geïnspireerd moet zijn op de schilderijen van Jovra. Hier zal het gaan over de Dordogne. Het dorp Le Moustier, zijn directe omgeving, de watermolen, Europa, de wereld, het schilderen en het universum. Alles staat met alles in verbinding. De kunstenaar had zich voorbereid en leidt ons in een wereld die Jovra heet. Ik herinnerde me hier de Dordogne, want jaren en jaren daarvoor was ik eerst er langs getrokken en had de grotten hier bezocht en zo en wist dus wat er was en vooral de sfeer. Dus toen zijn we via het Massief Centraal hier naartoe gegaan en we kwamen hier in de buurt van Moustier en daar voelden we ons direct thuis. Nou, gaan we een eentje wandelen? Kom maar. Nou, we hebben een ideaal leven hier, hè? We hebben 2 hergrote honden en 5 katten. Maar dat is een hele familie. En alle aandacht is voor de beesten. Het begint 's ochtends tot 's avonds laat. Ja, we hebben heel wat aan deze molen gerestaureerd en verbouwd. Het is oorspronkelijk een watermolen geweest. En het water stroomde onder het gebouw door. Maar de vorige eigenaar heeft er een dam in gemaakt in de Molenbeek. Maar wel een paar buizen aangelegd, zodat er nog altijd water stroomt. Wat het geheel natuurlijk erg prettig en levendig maakt. Hè? Want het water... Geeft erg veel rust. En je merkt het pas als het niet meer stroomt. Dan mis je het. Een heleboel mensen vragen... met die schilderijen die je maakt, heb je een boodschap? Hè, wat bedoel je ermee? Etcetera, etcetera. En in hoeverre is je werk te plaatsen in het totale gebeuren van de wereld, van wat er gebeurt. En dat is dan erg moeilijk, want het geeft weinig houvast met de wereld. Mijn werk is eigenlijk een afschaduwing, een weerspiegeling van mijn innerlijke wereld en niet van de uiterlijke wereld. Het is dus, er zijn dingen gebeurd in mijn leven. Neem nou bijvoorbeeld de oorlog, de laatste wereldoorlog. Die zijn schokkend geweest natuurlijk. En ik heb de hongerwinter meegemaakt en ik ben uitgebombardeerd, alles kwijtgeraakt. Maar dat was de buitenkant. Want voor dat moment schilderde ik net zo als daarna. Omdat ik nooit eigenlijk schilder uit reactie op de dingen van buiten. Op de gebeurtenissen. We hebben nou de muur gehad, we hebben nou de golfcrisis. We hebben van alles en het interesseert me natuurlijk bijzonder. Want ik maakte ook deel van uit
Ik leef ook in dezelfde wereld. Maar mijn werk is een apart gebied. Dus wat ik schilder, dat zijn eigenlijk allemaal zelfportretten, zou je kunnen zeggen. De vormen die ik bezig zijn geïnspireerd op de dingen om me heen. Neem nou bijvoorbeeld dit hout. Hè, dit is dus een vermolmd stuk hout. Wat ik gevonden heb in het bos. En ik heb het dus meegenomen naar huis. De volgende keer dat ik weer er was, heb ik een zaag genomen en ik heb het afgezaagd. Maar ik vond het ding zo mooi. En het gaf voor mij eigenlijk al helemaal de wereld die ik wil schilderen. Want als je dat stuk hout zo stelt, dan is het een landschap met rotspieken. Ik heb er ook foto's van gemaakt. En zo is vermolmd hout voor mij een inspiratiebron. Ik heb een andere inspiratiebron. En dat was toen ik uitgebombardeerd was bij Bezuidenhout. Toen is alles verbrand. Het hele Bezuidenhout is verbrand. En daarna ben ik weer naar de ruïnes gegaan. En ik vond daar verschillende dingen die fantastisch van vorm waren. Zoals gesmolten lood, gesmolten glas. Dat door een ledikant was gezakt, dat glas. En dat waren allemaal ijspegels geworden. Gordijnroeden die half gesmolten waren, waar nog de ringen aan zaten. Al deze dingen die waren voor mij bijzonder belangrijk als inspiratiebron. En daar ging ik mijn landschappen mee opbouwen. Zo ziet u dat het dus eigenlijk niet het is zoals een impressionist die geïnspireerd wordt door de natuur. Om die direct als een foto weer te geven. Met een eigen intentie natuurlijk, met veel gevoel. Maar voor mij is het het opbouwen van een eigen wereld. Naar aanleiding van de dingen om me heen. Toen ik op 14-jarige leeftijd op de academie kwam, toen waren daar hoofdzakelijk leraren die klassiek waren van lesgeven, van opleiding. Het was echt academisch. Hè? Onder andere Arend Hendricks, dan moest je een kop tekenen waar iedere poerie op stond. En dan stond hij achter je en dan zei hij, je moet je voorstellen dat je een luis bent en dat je door dat oor kruipt en wat je dan meemaakt en zo. En dat is natuurlijk een heel goede opleiding geweest om te leren tekenen. En toen, halverwege mijn academietijd, kwam plotseling Paul Citroen. En die kwam uit Bauhaus. Waar hij les had gehad van Itten. Dat is een leerling van Itten. En een vrij bekend figuur, ook een heel goede fotograaf was dat. En die werd door onze directeur daar gesteld om een nieuwe wind te laten waaien door de academie. En om de academie eigentijds te maken. Dus wij kwamen. We werden geconfronteerd dus eigenlijk met een totaal nieuwe wijze van lesgeven, met een totaal nieuwe wijze van kunstopvatting. Abstract bestond nog niet voor ons. En we hadden wonderlijke lessen, zoals bijvoorbeeld Paul Citroen nam een koffergrammofoon voor me mee. En dan moesten we op dansen, om gevoel van ritme te krijgen door ons hele lichaam. Dus dat tekenen niet geplakt was aan een tekentafeltje waar je zat te pieteren, maar dat je met je hele lichaam eigenlijk dat kon ervaren. Ook met de ogen dicht moesten we woede tekenen of vreugde.
Of we moesten muziek tekenen in lijn dan. Alles wat we ervoeren bij muziek. Dus dat waren heel verfrissende lessen. Als tegenwicht tegen de opleiding die we gehad hadden. Nou, er was dus een grote weerstand in het begin tegen Paul Citroen. Maar sommigen gingen met hem mee. Anderen, voor die was het te avant-garde. En mijn karakter was niet in die richting. Ik was veel te klassiek van, niet van opleiding, maar van inborst. Mijn grote helden waren de oude meesters. Maar ik kon het wel waarderen. En ik was blij dat ik dus kennis kreeg met alle moderne kunstrichtingen. En die ook ging toepassen om te weten wat het waard was voor mij. Maar ik, op den duur was het toch niet in overeenstemming met wat ik uit wilde beelden. Maar dat nam niet weg dat ik grote eerbied had voor Paul Citroen. En Paul Citroen werd ook een goed vriend van me. We hebben ook samen geëxposeerd en buiten getekend en zo. Het was een heel, heel fijn mens. En een ras-echte kunstenaar. Dus hij vormde voor mij wel een grote stimulans. Maar toen ik 17 was, dat was in 37, leerde ik het werk van Leonardo da Vinci kennen. En die sloot veel meer bij me aan. Dus uiteindelijk werd Leonardo mijn leraar. Waar ik ontzettend veel aan te danken heb. En later ook Michelangelo vanwege mijn hobby voor anatomie. En dat zijn dus eigenlijk de bronnen waar ik uit putte. Veel later, toen de moderne richtingen in de zin van het surrealisme meer tot mij doordrongen, want het was tijdens de oorlog, je had absoluut geen contact ermee, herkende ik in mijn eigen streven het werk van Dalí, van Max Ernst, van Magritte, van al deze mensen. En dat waren eigenlijk de mensen waar ik erg veel aan te danken heb qua stimulans. Hè? En van de meer moderne Fuchs bijvoorbeeld van de Weense school. Maar vooral Dalí heeft veel bijgedragen. Terwijl mijn karakter totaal anders is dan dat van Dalí, was hij toch een bevrijdende factor voor me. Dat is het ongeveer wat ik zeggen wilde over deze dingen. Want het is niet voor niets dat hier de lama's zich gevestigd hebben. Een jaar nadat we hier kwamen, kwamen de lama's uit Tibet hier. En die hebben toen een klooster gesticht. En er zijn ongeveer 7 centra op het ogenblik hier in de omgeving. Behuizingen van lama's. En Karmapa die is hier geweest om de grond in te wijden. En die heeft dus gezegd dat speciaal voor spiritueel werk deze streek bijzonder geschikt is vanwege de straling die hier heerst. En een heleboel mensen die reageren erop terwijl ze van niets weten, maar die willen hier wonen en willen hier blijven. Deze is eigenlijk niet eens een kandelaar, dat is een theekommetje, een Tibetaans theekommetje. Er hoort de thee in geschonken te worden. Maar dat is weer een geschenk van een nonnetje, een vriendin van ons. En zo heeft alles zijn eigen geschiedenis. Het is ook een geschenk, dat is ook Tibetaans. Maar daarom gaan we ook tegenwoordig nooit meer naar de Tibetaanse dienst en de Poochas en zo. Het was hoofdzakelijk eigenlijk vriendschap voor de mensen en niet omdat we zelf boeddhist zijn. We zijn eigenlijk niets, nog christen, nog boeddhist, nog taoïst. Het zijn allemaal vormen. Maar wat ons betreft gaat het om die kern die eigenlijk in alle godsdiensten zit als het goed is. En dat is de mystiek. We zijn hier in de huiskamer. Iedere van ons, Ellen, die heeft haar eigen atelier en ik heb een eigen atelier. Tijdens het werf zien we elkaar niet. Ieder heeft zijn eigen wereld, ieder heeft zijn eigen sfeer om zich heen gecreëerd in de ateliers. Maar 's avonds zijn we bij elkaar. Dan zijn we in de huiskamer, dat is dus ons gemeenschappelijke sfeer. Die bestaat uit alles wat we in de loop van de tijd hebben verzameld, beide. Onze boeken, onze favoriete boeken. De schilderijen die we dus niet verkopen, die als privécollectie onze eigendom blijven. Want anders dan hou je niets meer over. Maar
Van iedere periode houden we dus een paar schilderijen achter. En die hangen we hier op. Verder komen dan 's avonds onze beesten hier. Dus het is een gemeenschapsleven dat we hebben. We kijken dan naar de televisie, naar het nieuws. Maar niet lang, want we gaan er vroeg naar bed. En daardoor, door de televisie, het nieuws wat we bekijken, hebben we contact met de wereld om ons heen en wat er in de wereld gebeurt. En we zijn als Noordelingen echt op gezelligheid en op huiselijkheid. Wat je dus in Frankrijk hier veel minder aantreft. Hè. Mensen leven buiten de deur veel, maar wij leven echt binnenshuis. Zoals Nederlanders en Engelsen en noordelijke volkeren. Vandaar is dat we zeer gevoelig zijn voor sfeer. Nou, dan beginnen we om 7:30 ongeveer, 8:00 beginnen we te werken, te schilderen. Dus het is een heel rustig leven wat we leiden. En deze huiskamer is dus eigenlijk ons gemeenschappelijk ontmoetingspunt. Ik ben geen mens voor mensen, maar ik ga helemaal op in de natuur. En in de natuur zie ik alleen maar harmonie, ook in de strijd. Met de katten bijvoorbeeld en de muizen. En, hè, dat is allemaal een strijd die logisch is en noodzakelijk is en ingebed in het geheel. En dat mis ik in de mensenmaatschappij. En daarom ben ik steeds minder gebrancheerd met alle bewegingen. Ik vind dat het goed is natuurlijk wat er gebeurt, maar... aan deelnemen, dat ligt niet in mijn aard. Vandaar ook dat ik niet in een grote stad zou kunnen wonen. Maar me terugtrek zoveel mogelijk in de natuur. Je zult hierna natuurlijk direct kunnen vragen in hoeverre heeft deze sfeer, deze spiritualiteit die hier heerst, die vrienden, de lama's, invloed op je werk? Nou, ik kom hier terug op dat uiterlijke zaken geen directe invloed op mijn werk hebben. Dus de nieuwe plaats van woning en alle bewegen om me heen, die hebben betrekkelijk weinig. Maar de invloed die er is, is een indirecte. En ja, ik zou niet zeggen dat het meer spiritueel is, maar het is milder geworden. Het is minder agressief zoals het vroeger was. Want veel van mijn schilderijen waren ook uit agressiviteit, uit rancune tegen bepaalde toestanden, tegen uiterlijke omstandigheden en zo gericht. Dat was tenminste een kant ervan, om de mensen te schokken. En dat wordt steeds minder. Misschien heeft dat ook iets te maken met de gevorderde leeftijd, zou je kunnen zeggen. Ik maak zo'n beetje de rekening op van mijn leven. En ik kom steeds meer tot heel simpele conclusies en tot de natuur. Want ik weet niet, het woord Advaita is er natuurlijk. En dat wil dus zeggen de eenheid van het al. Dat alle wezens facetten zijn van één oerwezen. Hè, dat er geen verschillen zijn. Dat het persoonlijke in de mens een idee is wat die mens van zichzelf heeft. Maar dat de mens niet afgescheiden is van het geheel. En dat is eigenlijk de kern. Toen ik in Nederland begon met schilderen, was het iets heel vreemds wat ik maakte.
voor het publiek eigenlijk. Ze waren het nog niet gewend. En dat was in 1941. Dus dat was al voor de oorlog. Nog voor de oorlog. En later moest ik onderduiken vanwege de cultuurkamer, vanwege de Duitse overheid. Want ik maakte ontaarde kunst. Hoewel ik niet abstract was, maar ik was eigenlijk surrealist. Ik ontdekte eigenlijk een wereld die later, zoals bleek, door de surrealisten ontgonnen was. En dat was vaak een schok. Ik stelde tentoon later, kort na de oorlog, dus in 1945 bij Bennewitz, een grote kunstzaal in Den Haag. En daar liep het storm en grote conflicten werden er uitgevochten voor de etalage. Als er een schilderij van me in de etalage stond, et cetera, et cetera. Het was echt een sensatie. Later waren er veel en veel meer schilders die zo werkten. En nu is het eigenlijk een hele school. Oude kunst was eigenlijk de enige vorm van kunst die mij in wezen interesseerde. Ik ging dus veel reizen maken naar Italië vooral en Frankrijk, Parijs, et cetera, et cetera, om de oude meesters te bestuderen. En ik ontwikkelde toen, naar aanleiding daarvan, een eigen techniek. En die eigen techniek, die kan ik wel even laten zien hier, die eigen techniek is eigenlijk een techniek die 300 jaar geleden ontwikkeld was in de Renaissance. En later in de barok verder gevoerd. En die bestaat uit een deling van het werk in drie fasen. Hè, je hebt dus eerst de lijn, je hebt de vorm en je hebt de kleur. En die techniek maakt, als die goed wordt doorgevoerd, dat je je kunt concentreren op één fase tegelijk. En dat geeft een grote rust, deze concentratie. Ik maak dus eerst een schets. Ik zal het laten zien, hier een kleine schets voor de compositie. Dit is nog niet uitgewerkt, maar de grote beweging staat erin. Alles wat erop staat, hè, dat is de basis voor later. Die schets ga ik dan vergroten tot een onderschildering, monochroom, dus in grijs. Dit is de halftoon, dat is de grond waar ik op schilder. En dan ga ik tekenend de schaduw aangeven en de hoogste lichten. Dan heb ik daarmee de vorm. Dat is de tweede fase. En die vorm, die moet goed zijn. Want dan ga ik op verder bouwen. En dan ga ik dus, als die verf heel goed droog is, soms duurt het maanden eer dat die goed in zijn hart droog is, ga ik daar transparante kleuren op zetten. Het gemak is dan van die onderschildering, dat als de kleur niet goed is, dan neem ik een lap met verdunningsmiddel en ik haal hem weg. En de onderschildering blijft staan. Als ik à la prima, dat wil zeggen direct in de verf, in de kleur zou werken, dan zou ik de vorm kwijt zijn. Maar nu heb ik de vorm nog terug. Dit is de onderschildering. Onderschilderingsfase. En hier zie je de kleur. Daar ben ik met de kleur bezig. Hierachter ook, want ik werk van achter naar voren vanwege de contouren natuurlijk. Dus de kleurfase van achter naar voren, totdat ik aan de voorgrond ben aangeland. En dan is het schilderij klaar. Dat is een techniek dus die ik... ik begon ermee toen ik 17 was, in 1937, tot nu toe, dus ruim 50 jaar. En ik zou het niet anders kunnen eigenlijk, om dat te bereiken wat mij voor ogen staat. Maar het gevolg is dat in deze tijd, waarin het experimentele hoogtij viert, ik volkomen op een eiland zit wat dit betreft. Maar er zijn een heleboel mensen die dus niet van die hypermoderne kunst houden. Hè, die dit weer gaan appreciëren. En er zijn ook heel veel schilders die eigenlijk een nieuwe school vormen. Van de nieuwe realisten.
hè, die in deze techniek doorgaan. En die geven weer les aan andere schilders, de nieuwere generatie. En de nieuwste generatie heeft vaak heel knappe schilders op dat gebied. Ja, dit is eigenlijk een experiment, want ik heb het eerst geschilderd in een soort paars. Een kleur die mij echt niet ligt. En nu ga ik er met een zacht groen overheen en dat zijn praktisch complementair kleuren. En dan krijg je dat de ondergrond doorschijnt door de bovengrond. Waardoor je een soort grijs krijgt, een gekleurd grijs, wat nooit te bereiken is als je direct schildert. En dat is dus een eigenschap van deze techniek mede, waar ik nog niet over gehad heb, namelijk dat je hier kleuren kunt krijgen door de transparantheid en de halfdekkendheid van de verf, die direct nooit te schilderen zijn. En aangezien olieverf met de loop van de tijd transparanter wordt, begint die werking steeds verder door te zetten. Daar mag je ook nooit dekkend over een onderschildering een correctie aanbrengen, want na een poosje slaat dat door en dan zijn die dingen dubbel. Ik heb dus van oude schilderijen gezien in het museum dat er ergens in de lucht een molen stond ineens. Die hadden ze afgedekt toen die weg en soort totdat die weg was. Maar door transparant te worden kwam die weer tevoorschijn. Hier de geluidsinstallatie staan met een heleboel bandjes en platen. En dat komt eigenlijk omdat voor mij muziek praktisch even belangrijk is als beeldende kunst. En vooral tijdens het schilderen gebruik ik muziek om in een bepaalde stemming te komen. Ik heb dus verschillende soorten muziek die corresponderen op de onderwerpen die ik onder handen heb. Dus ik zoek, als ik begin, 's ochtends een muziek uit als begeleiding voor mijn schilderen aan de hand van het schilderij waar ik mee bezig ben. En wat de muziek betreft zijn natuurlijk de klassieke, maar ook veel moderne, zoals Vangelis en Tangerine Dream en dergelijke moderne elektronische muziek die mij heel sterk aanspreken en waar ik echt inspiratie uitput voor de sfeer van mijn schilderij. En dat is voor mij dus net zo goed voedsel als de voorwerpen uit de natuur. Maar ik had nog eventjes iets willen zeggen over mijn opleiding aan de hand van mijn werk. En aan de hand van de reactie op mijn werk. Ik was 14 jaar toen ik op de academie kwam. Dat was de academie in Den Haag, Koninklijke Academie. En ik was eigenlijk nog te jong daarvoor. Maar ik was absoluut ongeschikt voor een verdere opleiding. HBS en MULO en zo. Ik had geen studiehoofd. Ik was veel te speels en te lui. Ik tekende maar. Maar voor dat een verdere opleiding op de Academie van Beeldende Kunsten had je dus een middelbare opleiding nodig in die tijd. HBS minstens. Maar toen is mijn vader met tekeningen naar de directeur gegaan. Toen kreeg ik compensatie. Dispensatie noemen ze dat. En ik mocht dus komen op de woensdag en zaterdagmiddagcursus bij Jan Giese. Jan Giese was mijn eerste leraar. En later, een jaar later, kwam ik dus op de vrije afdeling. En toen kreeg ik les van Bolding en van Hendricks, Arend Hendricks en nog andere. Meer klassieke leraren. Want op de academie toen heerste nog de klassieke sfeer. Het echte academisme. En eigenlijk ben ik daar blij om. Want ik heb daar echt leren tekenen. We'll be right back.
iemand die dus zijn leven wil besteden aan het schilderen, komt na zijn opleiding natuurlijk het punt van waar leef je van? Niet waar leef je voor, maar waar leef je van? Want in het begin, goed, schilderen is een heel prettige bezigheid, maar je moet ook leven, je moet je materiaal kunnen kopen, et cetera, et cetera. En dat is dus na de academietijd voor iedere artiest het grote probleem. Dat wordt dus aangevat op verschillende wijzen, al naar gelang de positie van de persoon in kwestie. Hè. Vaak is het zo dat op aanraden van de leraren van de academie trouwens ook, gezegd wordt, zie een aansluiting met de maatschappij te krijgen. Probeer in de maatschappij een functie in te nemen waar je zoveel mogelijk kunt schilderen en tekenen en waar je ook nog geld mee kunt verdienen. Om op die manier de tijd te hebben om vrij te komen en een collectie bij elkaar te krijgen om te starten. En dat is dus werken op een reclamebureau, het werken voor illustratie, voor gelegenheidsgrafiek, het lesgeven, et cetera, et cetera. En dan is het natuurlijk de moeilijkheid als je dat gaat doen. En je bent de hele dag bezig geweest met een baan die in wezen je niet ligt, om dan 's avonds nog de courage op te brengen om vrij te gaan schilderen. Dat is natuurlijk moeilijk. Soms lukt dat. Zoals bij Co Westrik bijvoorbeeld, die gelegenheidsgrafiek maakte en gewoon ermee gestopt is, omdat, het lag hem niet en het was te moeilijk. En toen is hij dus vrij gaan schilderen, hè, met alle risico's van dien, en hij heeft het gehaald. In mijn geval lag het eenvoudiger. Ik woonde nog bij mijn ouders en ik had een connectie gekregen met een galerie die iets in me zag. Galerie Bennewitz in Den Haag, dat was een goede grote galerie, die niet alleen commercieel dacht. En die mij dus ieder jaar een tentoonstelling van 14 dagen of 3 weken was het aanbood. In ruil voor een schilderij. Dus dat was een heel goede regeling. En zodoende kon ik dus een publiek om me heen verzamelen. Dat op den duur ging kopen. Ik heb ervaren dus toen, want ik hield alles heel nauwgezet bij, dat een bezoeker die ongeveer 4 keer geweest was, dus in 4 jaar, rijp was voor de verkoop, voor de aankoop. Dat hij dus begon te kopen. En zo kreeg ik heel enthousiaste mensen om me heen. Aan de andere kant door mijn stijl ook heel slechte kritieken van de pers. Maar dat werkte meestal uit als een stimulans voor een heleboel mensen. Want als het een punt van overweging ging worden, als er een zekere strijdpositie ontstond, dan waren er mensen die pertinent mij gingen volgen. Je hebt vaak dat mensen die altijd in de contramine willen zijn, die gaan van dingen houden die niet getolereerd worden. En dat was voor mij dus, ik heb erg veel te danken gehad aan slechte kritiek op dat moment. En zo heb ik langzamerhand een positie gekregen. Je kunt niet spreken over roem en zo, maar wel bekendheid. En daar kon ik op draaien, daar kon ik dus met heel karig in het begin, kon ik dus van blijven bestaan en ik hoefde dus niet in de commercie. Ik hoefde dus niet voor mijn brood andere dingen te gaan doen. En dat was heel prettig. Daar ben ik ook heel blij om dat het zo gegaan is. Mijn atelier is eigenlijk mijn eigen wereld. Het is de projectie van mijn eigen innerlijk, zou je kunnen zeggen. En alles wat hier is, lijkt voor een buitenstaander een enorme rotzooi en een allegaartje, een uitdragerij. Maar in wezen zijn het allemaal voor mij belangrijke facetten van mijn wereld, van mijn diepste wezen. Nog buiten het feit dat de meeste dingen inspiratie voor me zijn, mij ideeën geven, zijn er ook dingen die herinneringen zijn aan wat ik gezien heb. Dat zijn bijvoorbeeld klassieke beelden.
Dat zijn verkleinde modellen van beelden die ik ken in origineel op mijn reizen. Dat skelet wat daar staat is voor mij een studieobject. Skeletten zijn heel zeldzaam tegenwoordig. Ze worden ook in plastic, hard plastic nagemaakt, gelukkig, voor scholen. Dit is nog een origineel uit de vorige eeuw. En dat heb ik kunnen krijgen door middel van vrienden die het voor me hebben op de kop getikt. En een van mijn hobby's is anatomie. En zo is dat voor mij heel belangrijk om het in de ruimte te zien. Ik heb wel heel goede afbeeldingen van anatomische atlassen. Maar een echt skelet waar je omheen kan en wat je kan bewegen is natuurlijk heel wat beter. Mijn hobby van anatomie, dat dateert al heel lang. Want ik heb veel hobby's gehad op het gebied van biologie en astronomie en zo. En daar hoorde anatomie ook bij. En zodoende schilder ik veel mensen naakt. En een van de mooie objecten eigenlijk om een naakt te schilderen in alle vormen en acties is de heksensabbatten. Een schilderij wat volgestouwd is met hele series figuren. En dat is dus voor mij een buitenkantje om anatomie te praktiseren, zou je kunnen zeggen. Want ik zou eigenlijk vroeger beeldhouwer willen zijn, maar het is een te zware techniek voor mij en te langdradig. Ik heb er geen geduld voor om iets uit steen te hakken. Maar mijn interesse gaat meer uit naar de beeldhouwkunst als naar de schilderkunst. Ik ben ook meer een vormmens dan een kleurmens. De kleur is voor mij altijd een secundaire factor, eigenlijk teruggedrongen. Maar de vorm is primair en de sfeer. En in de beeldhouwkunst is de vorm natuurlijk helemaal de hoofdzaak. En dat boeit mij dan ook speciaal. Vandaar dat mijn werk altijd plastisch is, sterk in de ruimte. Ook daarin ben ik dus geen moderne artiest. Want de moderne artiesten die hebben het vlak herontdekt en die vinden dat een schilderij niet buiten het vlak moet. Want dan wordt het kitsch. Hè? Dus het is een beweging op het vlak, het is een compositie van het vlak. Dat heb ik op de academie geleerd, maar het is niet in overeenstemming met mijn wezen, met mijn artistieke vormwil, zodat ik dat principe naast me neerleg. Dus daar heb ik nog niet over gehad. Ik tracht wel de kern te zoeken en te vinden in het wereldgebeuren. Maar de actualiteit heeft vaak twee kanten. Hè? Je kunt pro dit zijn en contra dat. Maar ik zie steeds meer dat beide partijen een bestaansrecht hebben en elkaar in evenwicht houden. En elkaar wakker houden ook. Hè, dat is hier bijvoorbeeld heel sterk met die nationalisten zoals Le Pen en zo. Dat is gewoon een tegenwicht tegen het communisme hier. En die houdt de boel wakker. Niet dat hij het voor het zeggen heeft of dat het goed is wat hij zegt, maar hij heeft zijn functie, anders zou hij niet bestaan. En zo is het met alles. Alles heeft zijn functie. Op 6 november 1990 schrijft Jofra in zijn dagboek dat ik, een zoon van Victor Lindfort, er met een cameraploeg aankom. Het betekent voor hem een dag niet schilderen. Nu, na 15 jaar, leg ik de laatste hand aan de film. Het was onderdeel van mijn eindexamen waarin ik de relatie wilde leggen
tussen de kunstenaar en zijn omgeving. Na het opnieuw zien van Jovra's werk, zoals de bekende dierenriemschilderijen, lijkt het zeer voor de hand dat de beeldtaal, gebruikt in moderne fantasyfilms, zoals Tolkien's In de Ban van de Ring, geïnspireerd moet zijn op de schilderijen van Jovra. Hier zal het gaan over de Dordogne, het dorp Le Moustier, zijn directe omgeving, de watermolen, Europa, de wereld, het schilderen en het universum. Alles staat met alles in verbinding. De kunstenaar had zich voorbereid en leidt ons in een wereld die Jovra heet. Ik herinnerde me hier de Dordogne, want jaren en jaren daarvoor was ik eerst er langs getrokken en had de grotten hier bezocht en zo en wist dus wat er was en vooral de sfeer. Dus toen zijn we via het Massief Centraal zijn we hier naartoe gegaan en we kwamen hier in de buurt van Moustier en daar voelden we ons direct thuis. Nou, gaan we een eentje wandelen? Kom maar. Nou, we hebben een ideaal leven hier, hè? We hebben 2 hergrote honden en 5 katten. Maar dat is een hele familie. En alle aandacht is voor de beesten. Het begint 's ochtends tot 's avonds laat. Ja, we hebben heel wat aan deze molen gerestaureerd en verbouwd. Het is oorspronkelijk een watermolen geweest. En het water stroomde onder het gebouw door. Maar de vorige eigenaar heeft er een dam in gemaakt in de Molenbeek. Maar wel een paar buizen aangelegd, zodat het nog altijd water stroomt. Wat het geheel natuurlijk erg prettig en levendig maakt. Hè? Want het water... Geeft erg veel rust. En je merkt het pas als het niet meer stroomt. Dan mis je het. Een heleboel mensen vragen... met die schilderijen die je maakt, heb je een boodschap? Hè, wat bedoel je ermee? Etcetera, etcetera. En in hoeverre is je werk te plaatsen in het totale gebeuren van de wereld, van wat er gebeurt. En dat is dan erg moeilijk, want het geeft weinig houvast met de wereld. Mijn werk is eigenlijk een afschaduwing, een weerspiegeling van mijn innerlijke wereld en niet van de uiterlijke wereld. Het is dus, er zijn dingen gebeurd in mijn leven. Neem nou bijvoorbeeld de oorlog, de laatste wereldoorlog. Die zijn schokkend geweest natuurlijk. En ik heb de hongerwinter meegemaakt en ik ben uitgebombardeerd, alles kwijtgeraakt. Maar dat was de buitenkant. Want voor dat moment schilderde ik net zo als daarna. Omdat ik nooit eigenlijk schilder uit reactie op de dingen van buiten, op de gebeurtenissen. We hebben nou de muur gehad, we hebben nou de golfcrisis, we hebben van alles en het interesseert me natuurlijk bijzonder. Want ik maak er ook deel van uit. Ik leef ook in dezelfde wereld. Maar mijn werk is een apart gebied. Dus wat ik schilder, dat zijn eigenlijk allemaal zelfportretten, zou je kunnen zeggen.
De vormen die ik bezig zijn geïnspireerd op de dingen om me heen. Neem nou bijvoorbeeld dit hout. Hè, dit is dus een vermolmd stuk hout. Wat ik gevonden heb in het bos. En ik heb het dus meegenomen naar huis. De volgende keer dat ik weer er was, heb ik een zaag genomen en ik heb het afgezaagd. Maar ik vond het ding zo mooi. En het gaf voor mij eigenlijk al helemaal de wereld die ik wil schilderen. Want als je dat stuk hout zo stelt, dan is het een landschap met rotspieken. Ik heb er ook foto's van gemaakt. En zo is vermolmd hout voor mij een inspiratiebron. Ik heb een andere inspiratiebron. En dat was toen ik uitgebombardeerd was bij bezuiden hout. Toen is alles verbrand. Het hele bezuiden hout is verbrand. En daarna ben ik weer naar de ruïnes gegaan. En ik vond daar verschillende dingen die fantastisch van vorm waren. Zoals gesmolten lood, gesmolten glas. Dat door een ledikant was gezakt, dat glas. En dat waren allemaal ijspegels geworden. Gordijnroeden die half gesmolten waren, waar nog de ringen aan zaten. Al deze dingen die waren voor mij bijzonder belangrijk als inspiratiebron. En daar ging ik mijn landschappen mee opbouwen. Zo ziet u dat het dus eigenlijk niet het is zoals een impressionist die geïnspireerd wordt door de natuur. Om die direct als een foto weer te geven. Met een eigen intentie natuurlijk, met veel gevoel. Maar voor mij is het het opbouwen van een eigen wereld naar aanleiding van de dingen om me heen. Toen ik op 14-jarige leeftijd op de academie kwam, toen waren daar hoofdzakelijk leraren die klassiek waren van lesgeven, van opleiding. Het was echt academisch. Hè? Onder andere Arend Hendricks, dan moest je een kop tekenen waar iedere poeri op stond. En dan stond hij achter je en dan zei hij, je moet je voorstellen dat je een luis bent en dat je door dat oor kruipt en wat je dan meemaakt en zo. En dat is natuurlijk een heel goede opleiding geweest om te leren tekenen. En toen, halverwege mijn academietijd, kwam plotseling Paul Citroen. En die kwam uit Bauhaus, waar hij les had gehad van Itten. Dat is een leerling van Itten en een vrij bekend figuur, ook een heel goede fotograaf was dat. En die werd door onze directeur daar gesteld om een nieuwe wind te laten waaien door de academie. En om de academie eigentijds te maken. Dus wij kwamen... We werden geconfronteerd dus eigenlijk met een totaal nieuwe wijze van lesgeven, met een totaal nieuwe wijze van kunstopvatting. Hè, abstract bestond nog niet voor ons. En we hadden wonderlijke lessen, zoals bijvoorbeeld Paul Citroen nam een koffergrammen voor me mee. En dan moesten we op dansen, om gevoel van ritme te krijgen door ons hele lichaam. Dus dat tekenen niet geplakt was aan een tekentafeltje waar je zat te pieteren, maar dat je met je hele lichaam eigenlijk dat kon ervaren. Ook met de ogen dicht moesten we woede tekenen of vreugde. Of we moesten muziek tekenen in lijn dan. Alles wat we ervoeren bij muziek. Dus dat waren heel verfrissende lessen. Als tegenwicht tegen de opleiding die we gehad hadden. Nou, er was dus een grote weerstand in het begin tegen Paul Citroen. Maar sommigen gingen met hem mee. Anderen, voor die was het te avant-garde. En mijn karakter was niet in die richting. Ik was veel te klassiek van, niet van opleiding, maar van inborst. Mijn grote helden waren de oude meesters. Maar ik kon het wel waarderen. En ik was blij dat ik dus kennis kreeg met alle moderne kunstrichtingen. En die ook ging toepassen om te weten wat het waard was voor mij.
Maar ik, op den duur was het toch niet in overeenstemming met wat ik uit wilde beelden. Maar dat nam niet weg dat ik grote eerbied had voor Paul Citroen. En Paul Citroen werd ook een goed vriend van me. We hebben ook samen geëxposeerd en buiten getekend en zo. Het was een heel, heel fijn mens. En een ras-echte kunstenaar. Dus hij vormde voor mij wel een grote stimulans. Maar toen ik 17 was, dat was in 1937, leerde ik het werk van Leonardo da Vinci kennen. En die sloot veel meer bij me aan. Dus uiteindelijk werd Leonardo mijn leraar. Waar ik ontzettend veel aan te danken heb. En later ook Michelangelo vanwege mijn hobby voor anatomie. En dat zijn dus eigenlijk de bronnen waar ik uit putte. Veel later, toen de moderne richtingen in de zin van het surrealisme meer tot mij doordrongen, want het was tijdens de oorlog, je had absoluut geen contact ermee, herkende ik in mijn eigen streven het werk van Dalí, van Max Ernst, van Magritte, van al deze mensen. En dat waren eigenlijk de mensen waar ik erg veel aan te danken heb qua stimulans. Hè? En van de meer moderne Fuchs bijvoorbeeld van de Weense school. Maar vooral Dalí heeft veel bijgedragen. Terwijl mijn karakter totaal anders is dan dat van Dalí, was hij toch een bevrijdende factor voor me. Dat is het ongeveer wat ik zeggen wilde over deze dingen. Want het is niet voor niets dat hier de lama's zich gevestigd hebben. Een jaar nadat we hier kwamen, kwamen de lama's uit Tibet hier. En die hebben toen een klooster gesticht. En er zijn ongeveer 7 centra op het ogenblik hier in de omgeving. Behuizingen van lama's. En Karmapa die is hier geweest om de grond in te wijden. En die heeft dus gezegd dat speciaal voor spiritueel werk deze streek bijzonder geschikt is vanwege de straling die hier heerst. En een heleboel mensen die reageren erop terwijl ze van niets weten, maar die willen hier wonen en willen hier blijven. Deze is eigenlijk niet eens een kandelaar, dat is een theekommetje, een Tibetaans theekommetje. Er hoort de thee in geschonken te worden. Maar dat is weer een geschenk van een nonnetje, een vriendin van ons. En zo heeft alles zijn eigen geschiedenis. Dit is ook een geschenk, dat is ook Tibetaans. Maar daarom gaan we ook tegenwoordig nooit meer naar de Tibetaanse dienst en de poochas en zo. Het was hoofdzakelijk eigenlijk vriendschap voor de mensen en niet omdat we zelf boeddhist zijn. We zijn eigenlijk niets, nog christen, nog boeddhist, nog taoïst. Het zijn allemaal vormen. Maar wat ons betreft gaat het om die kern die eigenlijk in alle godsdiensten zit als het goed is. Hè. Dat is de mystiek. We zijn hier in de huiskamer. Iedere van ons, Ellen, die heeft haar eigen atelier en ik heb een eigen atelier. Tijdens het werf zien we elkaar niet. Ieder heeft zijn eigen wereld, ieder heeft zijn eigen sfeer om zich heen gecreëerd in de ateliers. Maar 's avonds zijn we bij elkaar. Dan zijn we in de huiskamer, dat is dus onze gemeenschappelijke sfeer. Die bestaat uit alles wat we in de loop van de tijd hebben verzameld, beide. Onze boeken, onze favoriete boeken. De schilderijen die we dus niet verkopen, die als privécollectie onze eigendom blijven. Want anders dan hou je niets meer over. Maar van iedere periode houden we dus een paar schilderijen achter. En die hangen we hier op. Verder komen dan 's avonds onze beesten hier. Dus het is een gemeenschapsleven dat we hebben. We kijken dan naar de televisie, naar het nieuws. Maar niet lang, want we gaan er vroeg naar bed. En daardoor, door de televisie, het nieuws wat we bekijken, hebben we contact met de wereld om ons heen en wat er in de wereld gebeurt. En we zijn als noordelingen echt op gezelligheid en op huiselijkheid. Wat je dus in Frankrijk hier veel minder aantreft. Hè. Mensen leven buiten de deur veel, maar wij leven echt binnenshuis.
zoals Nederlanders en Engelsen en noordelijke volkeren. Vandaar is dat we zeer gevoelig zijn voor sfeer. Nou, dan beginnen we om 7:30 ongeveer, 8:00 beginnen we te werken, te schilderen. Dus het is een heel rustig leven wat we leiden. En deze huiskamer is dus eigenlijk ons gemeenschappelijk ontmoetingspunt. Ik ben geen mens voor mensen, maar ik ga helemaal op in de natuur. En in de natuur zie ik alleen maar harmonie, ook in de strijd. Met de katten bijvoorbeeld en de muizen. En, hè, dat is allemaal een strijd die logisch is en noodzakelijk is en ingebed in het geheel. En dat mis ik in de mensenmaatschappij. En daarom ben ik steeds minder gebrancheerd met alle bewegingen. Ik vind dat het goed is natuurlijk wat er gebeurt, maar... aan deelnemen, dat ligt niet in mijn aard. Vandaar ook dat ik niet in een grote stad zou kunnen wonen. Maar me terugtrek zoveel mogelijk in de natuur. Je zult hierna natuurlijk direct kunnen vragen in hoeverre heeft deze sfeer, deze spiritualiteit die hier heerst, die vrienden, de lama's, invloed op je werk? Nou, ik kom hier terug op dat uiterlijke zaken geen directe invloed op mijn werk hebben. Dus de nieuwe plaats van woning en alle bewegen om me heen, die hebben betrekkelijk weinig. Maar de invloed die er is, is een indirecte. En ja, ik zou niet zeggen dat het meer spiritueel is, maar het is milder geworden. Het is minder agressief zoals het vroeger was. Want veel van mijn schilderijen waren ook uit agressiviteit, uit rancune tegen bepaalde toestanden, tegen uiterlijke omstandigheden en zo gericht. Dat was tenminste een kant ervan, om de mensen te schokken. En dat wordt steeds minder. Misschien heeft dat ook iets te maken met de gevorderde leeftijd, zou je kunnen zeggen. Ik maak zo'n beetje de rekening op van mijn leven. En ik kom steeds meer tot heel simpele conclusies en tot de natuur. Want ik weet niet, het woord Advaita is er natuurlijk. En dat wil dus zeggen de eenheid van het al. Dat alle wezens facetten zijn van één oerwezen. Hè, dat er geen verschillen zijn. Dat het persoonlijke in de mens een idee is wat die mens van zichzelf heeft. Maar dat de mens niet afgescheiden is van het geheel. En dat is eigenlijk de kern. Toen ik in Nederland begon met schilderen, was het iets heel vreemds wat ik maakte voor het publiek eigenlijk. Ze waren het nog niet gewend. En dat was in 1941, dus dat was al voor de oorlog, nog voor de oorlog. En later moest ik onderduiken vanwege de cultuurkamer, vanwege de Duitse overheid. Want ik maakte ontaarde kunst. Hoewel ik niet abstract was, maar ik was eigenlijk surrealist. Ik ontdekte eigenlijk een wereld die later, zoals bleek, door de surrealisten ontgonnen was. En dat was vaak een schok. Ik stelde tentoon later, kort na de oorlog, dus in 1945 bij Bennewitz, een grote kunstzaal in Den Haag. En daar liep het storm en grote
Conflicten werden er uitgevochten voor de etalage. Als er een schilderij van me in de etalage stond, et cetera, et cetera. Het was echt een sensatie. Later waren er veel meer schilders die zo werkten. En nu is het eigenlijk een hele school. Oude kunst was eigenlijk de enige vorm van kunst die mij in wezen interesseerde. Ik ging dus veel reizen maken naar Italië vooral en Frankrijk, Parijs, et cetera, et cetera, om de oude meesters te bestuderen. En ik ontwikkelde toen, naar aanleiding daarvan, een eigen techniek. En die eigen techniek, die kan ik wel even laten zien hier, die eigen techniek is eigenlijk een techniek die 300 jaar geleden ontwikkeld was in de Renaissance. En later in de barok verder gevoerd. En die bestaat uit een deling van het werk in drie fasen. Hè, je hebt dus eerst de lijn, je hebt de vorm en je hebt de kleur. En die techniek maakt, als die goed wordt doorgevoerd, dat je je kunt concentreren op één fase tegelijk. En dat geeft een grote rust, deze concentratie. Ik maak dus eerst een schets. Ik zal het laten zien, hier een kleine schets voor de compositie. Dit is nog niet uitgewerkt, maar de grote beweging staat erin. Alles wat erop staat, hè, dat is de basis voor later. Die schets ga ik dan vergroten tot een onderschildering, monochroom, dus in grijs. Dit is de halftoon, dat is de grond waar ik op schilder. En dan ga ik tekenend de schaduw aangeven en de hoogste lichten. Dan heb ik daarmee de vorm. Dat is de tweede fase. En die vorm, die moet goed zijn. Want dan ga ik op verder bouwen. En dan ga ik dus, als die verf heel goed droog is, soms duurt het maanden eer dat die goed in zijn hart droog is, ga ik daar transparante kleuren op zetten. Het gemak is dan van die onderschildering, dat als de kleur niet goed is, dan neem ik een lap met verdunningsmiddel en ik haal hem weg en de onderschildering blijft staan. Als ik à la prima, dat wil zeggen direct in de verf, in de kleur zou werken, dan zou ik de vorm kwijt zijn. Maar nu heb ik de vorm nog terug. Dit is de onderschildering. Onderschilderingsfase. En hier zie je de kleur. Daar ben ik met de kleur bezig. Hierachter ook, want ik werk van achter naar voren vanwege de contouren natuurlijk. Dus de kleurfase van achter naar voren, totdat ik aan de voorgrond ben aangeland. En dan is het schilderij klaar. Dat is een techniek dus die ik... Nou, ik begon ermee toen ik 17 was, in 1937, tot nu toe, dus ruim 50 jaar. En ik zou het niet anders kunnen eigenlijk, om dat te bereiken wat mij voor ogen staat. Maar het gevolg is dat in deze tijd, waarin het experimentele hoogtij viert, ik volkomen op een eiland zit wat dit betreft. Maar er zijn een heleboel mensen die dus niet van die hypermoderne kunst houden. Hè, die dit weer gaan appreciëren. En er zijn ook heel veel schilders die eigenlijk een nieuwe school vormen. Van de nieuwe realisten. Hè, die in deze techniek doorgaan. En die geven weer les aan andere schilders. Een nieuwere generatie. En de nieuwste generatie heeft vaak heel knappe schilders op dat gebied. Ja, dit is eigenlijk een experiment, want ik heb eerst geschilderd in een soort paars. Een kleur die mij echt niet ligt. En nu ga ik er met een zacht groen overheen en dat zijn praktisch complementair kleuren. En dan krijg je dat de ondergrond doorschijnt door de bovengrond.
waardoor je een soort grijs krijgt, een gekleurd grijs, wat nooit te bereiken is als je direct schildert. En dat is dus een eigenschap van deze techniek mede, waar ik nog niet over gehad heb, namelijk dat je hier kleuren kunt krijgen door de transparantheid en de halfdekkendheid van de verf, die direct nooit te schilderen zijn. En aangezien olieverf met de loop van de tijd transparanter wordt, begint die werking steeds verder door te zetten. Daar mag je ook nooit dekkend over een onderschildering een correctie aanbrengen. Want na een poosje slaat dat door. En dan zijn die dingen dubbel. Ik heb dus van oude schilderijen gezien in het museum, dat er ergens in de lucht een molen stond ineens. Die hadden ze afgedekt. Toen die weg, en soort totdat die weg was. Maar door transparant te worden, kwam die weer tevoorschijn. Hier de geluidsinstallatie staan met een heleboel bandjes en platen. En dat komt eigenlijk omdat voor mij muziek praktisch even belangrijk is als beeldende kunst. En vooral tijdens het schilderen gebruik ik muziek om in een bepaalde stemming te komen. Ik heb dus verschillende soorten muziek die corresponderen op de onderwerpen die ik onder handen heb. Dus ik zoek, als ik begin, 's ochtends een muziek uit als begeleiding voor mijn schilderen, aan de hand van het schilderij waar ik mee bezig ben. En wat de muziek betreft zijn natuurlijk de klassieke, maar ook veel moderne, zoals Vangelis en Tangerine Dream en dergelijke moderne elektronische muziek die mij heel sterk aanspreken en waar ik echt inspiratie uitput voor de sfeer van mijn schilderij. En dat is voor mij dus net zo goed voedsel als de voorwerpen uit de natuur. Maar ik had nog eventjes iets willen zeggen over mijn opleiding aan de hand van mijn werk. En aan de hand van de reactie op mijn werk. Ik was 14 jaar toen ik op de academie kwam. Dat was de academie in Den Haag, Koninklijke Academie. En ik was eigenlijk nog te jong daarvoor. Maar ik was absoluut ongeschikt voor een verdere opleiding. HBS en MULO en zo. Ik had geen studiehoofd. Ik was veel te speels en te lui. Ik tekende maar. Maar voor dat een verdere opleiding op de Academie van Beeldende Kunsten had je dus een middelbare opleiding nodig in die tijd. HBS minstens. Maar toen is mijn vader met tekeningen naar de directeur gegaan. Toen kreeg ik compensatie. Dispensatie noemen ze dat. En ik mocht dus komen op de woensdag en zaterdagmiddagcursus bij Jan Giese. Jan Giese was mijn eerste leraar. En later, een jaar later, kwam ik dus op de vrije afdeling. En toen kreeg ik les van Bolding en van Hendricks, Arend Hendricks en nog andere. Meer klassieke leraren. Want op de academie toen heerste nog de klassieke sfeer. Het echte academisme. En eigenlijk ben ik daar blij om. Want ik heb daar echt leren tekenen. Iemand die dus zijn leven wil besteden aan het schilderen, komt na zijn opleiding natuurlijk het punt van waar leef je van? Niet waar leef je voor, maar waar leef je van? Want in het begin
goed, schilderen is een heel prettige bezigheid. Maar je moet ook leven, je moet je materiaal kunnen kopen, et cetera, et cetera. En dat is dus na de academietijd voor ieder artiest het grote probleem. Dat wordt dus aangevat op verschillende wijzen. Al naar gelang de positie van de persoon in kwestie. Hè. Vaak is het zo dat op aanraden van de leraren van de academie trouwens ook... gezegd wordt, zie een aansluiting met de maatschappij te krijgen. Probeer in de maatschappij een functie in te nemen... waar je zoveel mogelijk kunt schilderen en tekenen... en waar je ook nog geld mee kunt verdienen. Om op die manier de tijd te hebben om vrij te komen... en een collectie bij elkaar te krijgen om te starten. En dat is dus... werken op een reclamebureau, het werken voor illustratie, voor gelegenheidsgrafiek, het lesgeven, et cetera, et cetera. En dan is het natuurlijk de moeilijkheid als je dat gaat doen. En je bent de hele dag bezig geweest met een baan die in wezen je niet ligt. Om dan 's avonds nog de courage op te brengen om vrij te gaan schilderen. Dat is natuurlijk moeilijk. Soms lukt dat. Zoals bij Co Westrik bijvoorbeeld, die gelegenheidsgrafiek maakte en gewoon ermee gestopt is, omdat het lag hem niet en het was te moeilijk. En toen is hij dus vrij gaan schilderen met alle risico's van dien en hij heeft het gehaald. In mijn geval lag het eenvoudiger. Ik woonde nog bij mijn ouders en ik had een connectie gekregen met een galerie. Die iets in me zag. Galerie Bennewitz in Den Haag. Dat was een goede grote galerie. Die niet alleen commercieel dacht. En die mij dus ieder jaar een tentoonstelling van 14 dagen of 3 weken was het aanbood. In ruil voor een schilderij. Dus dat was een heel goede regeling. En zodoende kon ik dus een publiek om me heen verzamelen. Dat op den duur ging kopen. Ik heb ervaren dus toen, want ik hield alles heel nauwgezet bij, dat een bezoeker die ongeveer 4 keer geweest was, dus in 4 jaar, rijp was voor de verkoop, voor de aankoop. Dat hij dus begon te kopen. En zo kreeg ik heel enthousiaste mensen om me heen. Aan de andere kant door mijn stijl ook heel slechte kritieken van de pers. Maar dat werkte meestal uit als een stimulans voor een heleboel mensen. Want als het een punt van overweging ging worden, als er een zekere strijdpositie ontstond, dan waren er mensen die pertinent mij gingen volgen. Hè, want je hebt vaak dat mensen die altijd in de contramine willen zijn, die gaan van dingen houden die niet getolereerd worden. En dat was voor mij dus... ik heb erg veel te danken gehad aan slechte kritiek op dat moment. En zo heb ik langzamerhand een positie gekregen. Je kunt niet spreken over roem en zo, maar wel bekendheid. En daar kon ik op draaien. Daar kon ik dus met heel karig in het begin, kon ik dus van blijven bestaan. En ik hoefde dus niet in de commercie. Ik hoefde dus niet voor mijn brood andere dingen te gaan doen. En dat was heel prettig. Daar ben ik ook heel blij om dat het zo gegaan is. Mijn atelier is eigenlijk mijn eigen wereld. Het is de projectie van mijn eigen innerlijk, zou je kunnen zeggen. En alles wat hier is, lijkt voor een buitenstaander een enorme rotzooi en een allegaartje, een uitdragerij. Maar in wezen zijn het allemaal voor mij belangrijke facetten van mijn wereld, van mijn diepste wezen. Nog buiten het feit dat de meeste dingen inspiratie voor me zijn, mij ideeën geven, zijn er ook dingen die herinneringen zijn aan wat ik gezien heb. Dat zijn bijvoorbeeld klassieke beelden. Dat zijn verkleinde modellen van beelden die ik ken in origineel op mijn reizen. Dat skelet wat daar staat is voor mij een studieobject. Skeletten zijn heel zeldzaam tegenwoordig. Ze worden ook in plastic, hard plastic nagemaakt, gelukkig.
voor scholen. Dit is nog een origineel uit de vorige eeuw. En dat heb ik kunnen krijgen door middel van vrienden die het voor me hebben op de kop getikt. En een van mijn hobby's is anatomie. En zo is dat voor mij heel belangrijk om het in de ruimte te zien. Ik heb wel heel goede afbeeldingen van anatomische atlassen. Maar een echt skelet waar je omheen kan en wat je kan bewegen is natuurlijk heel wat beter. Mijn hobby van anatomie dateert al heel lang. Want ik heb veel hobby's gehad op het gebied van biologie en astronomie en zo. En daar hoort de anatomie ook bij. En zodoende schilder ik veel mensen naakt. En een van de mooie objecten eigenlijk om een naakt te schilderen in alle vormen en acties is de heksensabbatten. Een schilderij wat volgestouwd is met hele series figuren. En dat is dus voor mij een buitenkantje om anatomie te praktiseren, zou je kunnen zeggen. Want ik zou eigenlijk vroeger beeldhouwer willen zijn, maar het is een te zware techniek voor mij en te langdradig. Ik heb er geen geduld voor om iets uit steen te hakken. Maar mijn interesse gaat meer uit naar de beeldhouwkunst als naar de schilderkunst. Ik ben ook meer een vormmens dan een kleurmens. De kleur is voor mij altijd een secundaire factor, eigenlijk teruggedrongen. Maar de vorm is primair en de sfeer. En in de beeldhouwkunst is de vorm natuurlijk helemaal de hoofdzaak. En dat boeit mij dan ook speciaal. Vandaar dat mijn werk altijd plastisch is, sterk in de ruimte. Ook daarin ben ik dus geen moderne artiest. Want de moderne artiesten die hebben het vlak herontdekt en die vinden dat een schilderij niet buiten het vlak moet. Want dan wordt het kitsch. Hè? Dus het is een beweging op het vlak, het is een compositie van het vlak. Dat heb ik op de academie geleerd, maar het is niet in overeenstemming met mijn wezen, met mijn artistieke vormwil, zodat ik dat principe naast me neerleg. Dus daar heb ik nog niet over gehad. Ik tracht wel de kern te zoeken en te vinden in het wereldgebeuren. Maar de actualiteit heeft vaak twee kanten. Hè? Je kunt pro dit zijn en contra dat. Maar ik zie steeds meer dat beide partijen een bestaansrecht hebben en elkaar in evenwicht houden. En elkaar wakker houden ook. Hè, dat is hier bijvoorbeeld heel sterk met die nationalisten zoals Le Pen en zo. Dat is gewoon een tegenwicht tegen het communisme hier. En die houdt de boel wakker. Niet dat hij het voor het zeggen heeft of dat het goed is wat hij zegt, maar hij heeft zijn functie, anders zou hij niet bestaan. En zo is het met alles. Alles heeft zijn functie.